Ondernemers van de binnenstad van Almelo, die willen graag zoveel mogelijk Almeloers en bezoekers uit de omgeving, bewoners uit de omgeving, naar de binnenstad te trekken. En dan moet je samenwerken. En daarom hebben ze met z'n allen besloten om samen te werken in die BIS, in die bedrijven investeringszone. De ondernemers leggen een bedrag, gaan een jaarlijks een bedrag betalen, zodat er wat extra geld beschikbaar komt om meer te kunnen doen voor klantvriendelijk parkeren, de aankleding van de omgeving, evenementen, het aantrekken van winkelformules, noem maar op. De sfeerverlichting in de binnenstad, die willen we in ieder geval nog krachtiger, nog leuker maken. En op deze manier hebben we ook wat meer geld beschikbaar om dat ook op een goede manier te kunnen doen. Als je die ondernemers over de streep wilt trekken, dan moet je ervoor zorgen dat ze daar ook de voordelen van zien. En we zijn met een team aan de slag gegaan van 15 ondernemers. En dat waren de BIS-ambassadeurs. We waren samen zeg maar een soort van voetbalelftal om te laten zien aan de ondernemers van in welk doel de doelpunten moeten vallen. Dus die hebben het goed uit kunnen leggen waarom zij het willen. En als een ondernemer tegen een andere ondernemer zegt van ik vind dit belangrijk, want het brengt meer bezoekers, het brengt meer omzet, het zorgt ook voor minder leegstand in de stad. Dan bleek je toch dat je die dat je al die ondernemers toch meekrijgt om ja te zeggen tegen de BIS. Je zult bijvoorbeeld zien volgend jaar al dat er een aantal evenementen dat die wat beter zichtbaar zijn. Dat ook evenementen ook wat beter zichtbaar zijn in de winkels. We hebben het eigenlijk dit jaar al geprobeerd met bijvoorbeeld Halloween en met het mode-evenement. Dat was dankzij geld van de provincie wat we gekregen hebben. Hebben gewoon wat meer inzet kunnen doen, zodat je bijvoorbeeld dat Halloween eigenlijk die hele Halloween donderdag in de hele stad ook zag. En het was op donderdagavond, daardoor ook druk in de Oranjestraat.